De wedstrijd tussen AFC en Rijnsburgse Boys begint later. Omdat de meegereisde fans vanuit Rijnsburg snippers op het veld hebben gegooid. Die fans die nota bene met de boot naar Amsterdam zijn afgereisd. En zien dat in de openingsfase Grootvaam op de doelman van Rijnsburgse Boys Van Nieuwkoop schiet. En Van Nieuwkoop kiept voor de 200ste keer een competitieduel voor de Boys. In de tweede helft gebeurt er dan pas weer wat. Het is een saai duel dat op 0-0 lijkt af te stevenen. Serboni geeft voor aan Goeman, aanvoerder van Rijnsburgse Boys. Weet het te presteren om voor open goal over de doelman van AFC te schieten. En dat is potveer bij afwezigheid van Pistoor. 25 minuten voor tijd. Opoku, de boomlange man op het middenveld van Rijnsburgse Boys. Tillema en de redding is daar van Potveer. En dan met nog maar 12 minuten te spelen lijkt het ook echt 0-0 te gaan worden. Tot dit moment Opoku met een prachtige omhaal richting Tillema. En Tillema schiet hem onder de keeper door. En dan staat Rijnsburgse Boys dus voor met 0-1. En lijkt het op weg naar de eerste overwinning van 2018. Het begon zo goed in de tweede divisie als promovendus. En Tillema probeert die goede vorm weer terug te krijgen. Met zijn 10e van het seizoen. Voorzet van Jesse. En de kopbal van Esaias. Hij staat 2 minuten in het veld. En maakt de gelijkmaker. Hij kwam erin als stormram. En doet het meteen voor AFC. Een belangrijk punt lijkt dan binnen naar de voorzet van Jesse. Of gaat Rijnsburgse Boys er toch nog met de overwinning vandoor. Gielissen op Hudepol, de invaller. En Tillema en een goede redding van Potveer. En dus moeten beide ploegen genoegen nemen met een punt. En voor Rijnsburgse Boys is dat de grootste deceptie. Want ze hebben nog steeds niet gewonnen in 2018.